Het is nu Picanol dat door cybercriminelen gehackt is. Het bedrijf ligt mogelijk nog de hele week plat. En vorige zomer kon er bij Asco, dat vliegtuigonderdelen maakt, 3 weken lang niet geproduceerd worden, ook al door een cyberaanval. En toch doet ons land het niet slecht op vlak van cybersecurity, zegt iemand die het kan weten. Wij gebruiken een aantal indexen om te kijken waar België staat ten opzichte van de andere EU-landen. En het laatste cijfer dat we hebben gekregen was dat België op een gedeelde weliswaar 4e plaats stond binnen de EU. Dus op zich staat België als land volgens een aantal indicatoren niet zo heel slecht. Maar hoeveel cyberaanvallen er gebeuren in ons land, dat blijft een grote vraag. Er is een heel groot, wat we noemen, dark number, ongekend cijfer. De meeste bedrijven gaan dit niet melden, die gaan dit niet rapporteren. En schaamte bijvoorbeeld en angst voor reputatieverlies ligt daar hoofdzakelijk aan de basis. Dus ik ben bezig met het nakijken van instellingen op scanners, om zeker te zijn dat die binnen de compartimentering van het draadloos netwerk dat die juist ingesteld staan. Een jaar geleden werden de computersystemen van het bedrijf Ransom aangevallen. Op een vrijdag vroeg in de ochtend wilden de computers niet meer opstarten. Eigenlijk was onze infrastructuur was eigenlijk volledig weg. Dus alle servers waren gewoon weg. Men heeft nog juist de laatste servers zien vernietigen. En toen begon natuurlijk de grote paniek. De politie is verwittigd. We zijn beginnen kijken naar de backups. Die waren natuurlijk versleuteld, want dat is een werkwijze om eerst te zorgen dat er geen ontsnappingsmogelijkheden zijn. En als je dan in het hoekje staat, kan je niet anders dan spreken over los geld. Ja, het is hoofdzakelijk om geld te doen. En dat gaat over bij een KMO zijn dat relatief kleine bedragen, tienduizenden euro's. Bij grote bedrijven kan dat naar honderdduizenden of meer gaan. En dan staat een bedrijf dat gehackt is voor een moeilijke keuze. Stap je naar de politie of betaal je het gevraagde losgeld? Of doe je beide? Wij adviseren om niet te betalen. Maar ik wil er onmiddellijk aan toevoegen dat ik wel begrip heb voor die bedrijven of die organisaties die uiteindelijk toch proberen om door te betalen aan de ontcijferingssleutel te geraken. Ik heb daar begrip voor. Natuurlijk, op die manier ondersteunt u hun criminele activiteit. Dus ons advies is en blijft natuurlijk om niet te betalen. Het komt er wel op neer dat het, zeker in ons geval, dat het eigenlijk de enige manier was om op een redelijke termijn terug operationeel te geraken. En weken wachten tot het probleem anders kon opgelost worden, zou ons veel meer gekost hebben dan ja, betalen. We hebben het geluk gehad dat dat relatief vlot verlopen is. En we zijn dus binnen de paar dagen, we hebben eigenlijk maar 1 volledige dag werkverlies gehad. Dat dus de verschillende vestigingen allemaal stil lagen, dat we niks konden doen. En tegen het einde van het weekend was alles terug operationeel. Klacht indienen bij de politie is en blijft belangrijk. U weet nooit dat diezelfde groepering wordt gevat. En op die manier kan u misschien toch een deel van uw geld ooit nog recupereren. Maar u zorgt er ook wel voor dat er een beter begrip is over wat er gaande is, zodanig dat er betere maatregelen genomen kunnen worden om ook anderen te beschermen. Bij veel bedrijven zitten er lekken op de computerbeveiliging. Maar bij Ransom was de inbraak van een jaar geleden te wijten aan een menselijke fout. Dat is trouwens de meest gebruikte inbraakmethode, gebruik maken van menselijke fouten. Men zal proberen van mensen te misleiden om ergens te gaan aanloggen, om ergens te klikken bijvoorbeeld. Een klassieker is voilà, vanaf morgen of vanaf nu min 80% op een bepaalde webshop. U moet zich registreren, mailadres, paswoord typen. Mensen gebruiken heel veel hetzelfde paswoord. En ze stellen vast dat ze nadien nergens geraken, maar ondertussen hebben die criminelen dat wachtwoord. Die hebben het mailadres, die hebben het wachtwoord. En die proberen dan met diezelfde logingegevens binnen te loggen op andere sites. En spijtig genoeg lukt dat af en toe. Bij Ransom is het al bij al nog vlot in orde gekomen, zij het na betaling van enkele tienduizenden euro's. Er is wat onderhandeling aan te pas gekomen. Men bouwt ook nog wat extra stappen in. Men heeft een code, dan lukt dat niet direct. Dan heb je een tweede code nodig en dan moet je nog een keer het systeem overnemen om daarbij te helpen. En dan wordt zelfs de hacker zelf bedoelt u? De hacker zelf, ja. En die maken dan zelf de opmerking van ja, we zouden graag hebben dat het geval snel opgelost raakt, want we hebben al te veel tijd en energie aan jullie case. Natuurlijk, het is een verdienmodel. Het is een business, hè? Het is jammer genoeg een business.